Ja, dat is natuurlijk lastig exact aan cijfers te koppelen. Maar we merken wel inderdaad dat daar wel voldoende snelheid in zit. Zeker als je het vergelijkt met met het zitten op een drukke kantoorlocatie waar je toch met meerdere mensen een bepaalde internetverbinding deelt. Deel je nou natuurlijk alleen de snelheid van de. Ja, van de beeldstream en het gebruik naar jouw cloudloos apparaat. En merk je wel dat de snelheid zelf van alles wat je op de cloudloos doet, als dat nou gaat over downloaden of over het synchroniseren van bestanden, dat die wel aardig aanwezig is. Dat gaat zeker, gaat dat snel. Ja, wat je bijvoorbeeld wel merkt op het moment dat je vanuit je lokale apparaat dan wel dingen naar de cloudloos pusht, dan ben je altijd gelimiteerd natuurlijk aan de verbinding die je thuis hebt of die je op kantoor hebt. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. Eventueel, maar ja, binnen die cloudloos zelf, zeker op het moment, hè, want wij gaan bijvoorbeeld voor het binnenhalen van die data. Voor de publieke data, dat wordt rechtstreeks vanuit de servers van bijvoorbeeld de Vlaamse overheid worden die data wordt opgehaald. En daar merk je wel gewoon dat op een hele goede snelheid loopt, dat daar geen vertraging in zit of iets dergelijks. Nou, afhankelijk natuurlijk van de snelheid van de server van de overheid, maar dat gaat wel snel.